Misschien kun je dat een beetje mee allemaal in doorhouden? Ja, ik doe mijn best. En de Paul kan toch eens vragen wie nog in het midden staat. Ja, wel de vrouw is het alleen die man. Alleen die man? Ja. Die met een blauw kalender. Die drukje op naar de kabel. En dan die meneer met zijn rode t-shirt in het bierk. Dat kan nog zo zijn. Ik ben op mijn 14e hier begonnen met mijn motorvliegen. Op mijn 16e ben ik met de lucht gegaan. Terras gezien, laat gewoon je voeten staan, leg dat ze rustig staan. Dan zit er allemaal last van. De rest in de klas weet als we checks doen en gaan zien. Ja, het is jammer dat we geen regie zullen doen. Ja, Thank you.
Maar we gaan een beetje vooruit vergelijken met die kaart. Om dichtbij hem te komen. Als ik nu over wil te komen, kan ik er wat meer aan doen. Dan moet je eens een box maken als je wilt, naar links of naar rechts. Ja, dat is een goede hand. 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 Ik zal eens naar achter doen, om te beginnen. Dus ik ga zien hoe snel het gaat eruit gaan. Die verschieten, dan is een beetje kribbel in de buik. Yep. En dan valt de neus naar beneden. Dus daar eigenlijk staan. Ja. Nog iets doen? Ja. Ik zal nu nog iets in doen, maar met de neus kan het een beetje hoger. Ja. Dus dan ga ik even een klein beetje letter pakken. Ik ga de neus naar boven brengen. Zo, dan is het een beetje hoger. En nu gaat de neus volledig naar beneden vallen. Nieuw naar beneden. We gaan het uitpakken. Voilà. Zo. Oké. Dan ga ik het stuk naar daar vliegen en dan ga ik even een bochtje, een hoog bochtje doen. Zo, eentje naar links, ga ik even wat aanbuiken. Een bocht maken en eigenlijk al mijn riem over is dat eigenlijk bijna. Dat is naar boven gaan, aanbuiken, bochtje naar links. En dan zal ik direct terug aanbuiken en een bochtje naar rechts maken. Ja. Dan heb je een beetje lekker vlieg gehad. Oké. Ik schiet hem, dus ik ga nu de neus naar beneden doen en dan ga ik een bochtje naar rechts maken. Ja. Dan ga ik schieten. Hup, snel uitmaken. Yep.
twee mochten naar rechts doen, naar de glaanbaken. En dan pas ga ik trekken al dat nieuwe wat groot te doen. Waarschijnlijk ga ik doodzitten. Ik zal sowieso doodzitten omdat we nu nog wat krijgen. Ik doe een beetje techniek. En dan pak je die kleppen en ga zien die kleppen. Dan begint die direct te trekken. Voilà. Ja, ja. Ja.